Hoi en welkom bij de podcast van de Meester Hans van Mierlo Stichting. Vandaag gaan we het hebben over religie en is Joost Reuzelaars erbij. Veel plezier! 3 jaar geleden begon hij als hoofdredacteur van ID, het tijdschrift van de Van Mierlo Stichting. En hij was, laten we daar maar eerlijk over zijn, toch een beetje een vreemde eend in de bijt. Want dat hoofdredacteurschap, dat combineerde hij met zijn werk als remonstrantspredikant. En dat is gek, want ja, D66 heeft nogal vaak het stempel van een soort atheïstische of zelfs anti-christelijke, anti-religieuze partij. 12 ID's later neemt Joost Reuzelaar, want daar hebben we het over, neemt afscheid als hoofdredacteur om zich weer volledig op zijn predikantschap te kunnen richten. Nou, dat is een mooi moment om met hem in gesprek te gaan. We willen dan dingen weten als, klopt dat stempel van D66 als vijandige partij? Valt het wel mee? En ja, kun je eigenlijk wel normen en waarden hebben als antireligieuze of atheïstische of agnostische partij? Dat soort vragen, daar gaan we het allemaal over hebben. Dus welkom Joost, goed je er bent. Ja, goedemiddag. Heel mooi. En als co-host hebben we vandaag Laura de Vries. Yes. Ook goed dat je er bent. En het gaat al gelijk over religie. En we weten dus, jij bent remonstrantspredikant en je gaat er naar terug. Is dat het leuk om het gelijk op tafel te leggen? Wat is je eigen religieuze achtergrond? Dus Laura, ben je zelf gedoopt? Wat is er gebeurd met jou in het verleden? Wat is er met je gebeurd? Heftig. Nee, ik ben wel protestant gedoopt inderdaad. En vroeger hebben we wel Pasen en dergelijke gevierd in de kerk. Oké. Okay. Ja, langzaam anders dat een beetje weggeëpt. En dan is het niet meer echt een topic. Ja, maar ik ben geloof ik zelf ook vrij ontzeld opgevoed. Ik heb nooit religie echt meegekregen. Wel geloof ik een beetje christelijke inslag van oorsprong, maar daar heb ik niet zo heel veel mee te maken gehad eigenlijk. Ik vind het wel mooi dat je Pasen noemt. Meestal hoor je van, ik ga 1 keer per jaar naar de kerk, dat is met kerst, maar bij jou Pasen. Dus ik vind Pasen ook veel mooier feest dan het kietserige kerst, maar dat... Ja, vertel waarom. Niet. Ja. Dus, de snoepjes spraken me ook wel aan die stokken en zo. Ja. Oh, dat is gewoon Pasen. Dat is een week eerder. Ja. Een 6-jarige Laura de Vries die eieren zoekt, chocolade. Precies, dat moet je voorstellen. Ja, en een beetje proberen mee te zingen in de kerk. En ergens spelen in zo'n hokje apart, weet je wel. Ja, precies. Leuke herinneringen. Maar ik vind het gelijk een leuk begin. Want wat is nou, jij zegt je vindt Pasen het mooiere feest dan kerst. En ik kan me er iets bij voorstellen. Maar waarom? Nou, theologisch gezien, Pasen is toch de overwinning van het leven op de dood, van licht op het donker. Dus er zitten hele diepe, fundamentele kwesties in. Terwijl, kerst is de geboorte van een kind. En dat is zeer wonderbaarlijk, zeg ik ook als vader, maar niet meer dan een andere geboorte. Dus voor mij is dat theologisch gezien niet heel spannend. Ja. Dus het is elk jaar weer een opgave om met kerstmis een goede preek te bedenken. Het is ook omdat verwachtingen hoog zijn. De kerk zit vol. Ja. Maar Pasen zit veel meer in. Dus ja. Ik ben wel van het paasgeloof. Ja, precies. Ja, precies. Dat is interessant. Ik wil daar straks van alles en nog wat over weten. Maar laten we eerst eens beginnen met dat idee van... Nou ja, je hebt dus 12 edities lang heb je de idee, heb je geleid. Hè? En in die tijd is het echt wel een stuk professioneler geworden. Het is echt omhoog gegaan, vind ik in ieder geval. Mooie erfenis, denk ik. Hè? Afke Groen, je opvolger, kan daar goed op voortbouwen. Maar laten we even terug in de tijd gaan. Waarom heb je dit überhaupt in het begin gedaan, 3 jaar geleden? Ja, ik ben al lang lid van D66, sinds mijn 18e. En had groot interesse gehad in het politieke. Wou ook graag eens politiek actief worden. Ja. Maar actief de politiek in, dat zie ik niet voor mezelf weggelegd. Dus Tweede Kamer in of gemeenteraad of wat dan ook. Het kwam dit op mijn pad en iemand had ooit tegen mij gezegd van, hou de Van Mierlo Stichting in de gaten, want dat zou heel goed bij jou passen. Ja. En als predikant ben je de dienaar van het woord, formeel. Ik dacht, de hoofdredacteur is ook een soort dienaar van het woord. Dus toen deze functie vrijkwam, dacht ik meteen, dat zou heel goed bij mij passen. Ja. Gelukkig werd dat ook, ondanks, je zei net ook al dat het niet heel vanzelfsprekend is, een predikant die zo'n baan binnen D66 vervult, maar... Ja. Ik vind het nog steeds heel mooi dat de Van Mierlo Stichting daar volledig onbevangen en open in stond. Ja, dat is. Ja, en het is goed gelukt dus. Hè? Dat is denk ik heel mooi. Dat is, merkt je daar spanning tussen toch wel? Tussen jouw rol als predikant aan de ene kant. En ik zei net al, hè, we worden toch wel een beetje gezien als een atheïstische of agnostische of zelfs antireligieuze partij. Merkt je daar spanning bij? Of, Eerder andersom. Dat ik als predikant met... Dat was voor ID en dat zal na ID ook zo blijven. Dat ik moet oppassen dat ik niet een D66-predikant word. En dat ik er voor iedereen ben in de gemeente. Dus dat ook de SP of de Forum stemmers, als we die hebben. Ja. Of welke partij dan ook, dat die zich bij mij thuis voelt. En bij mij de openheid voelt om in gesprek te gaan. Dus ik ben altijd heel alert voor dat ik
niet te veel associeer als predikant met D66. Hoewel dat heel open is, maar dat dan niet duidelijk wordt in mijn preken bijvoorbeeld. Ja. Nou heeft natuurlijk de Van Mierlo Stichting als stichting is natuurlijk de onafhankelijke denktank. Het is een tijdschrift. Nee, daarom kon ik ook heel goed verdedigen. Dat scheelt, dat scheelt inderdaad. Maar ik had op een gegeven moment een stuk in het Kerkblad wat een beetje kritisch was over migratiebeleid. En toen kreeg ik een mail van iemand van, nou, dit is wel typisch D66 stuk. En dat is, vond ik niet, maar dat stempel is dan. Dus ik ben er wel extra alert op dat niet het geval is. Nou ja, dat is goed dat je daar alert op bent, want je bent dus ook al lang lid van D66. Dus het gedachtegoed raakt je wel. Ja. Wat is dat dan? Wat mij raakt aan het gedachtegoed? Nou, als theoloog, als kerklid, als christen ben ik voluit liberaal. En dat liberale herken ik heel sterk in D66. Want dat was voor mij de liberale partij in Nederland. En dat sociaal is helemaal mooi meegenomen. Dus maar dat liberaal is voor mij wel de kern van het gedachtegoed van Mierlo Stichting van D66. Hoe moet dat woord liberaal dan lezen? Wat betekent dat volgens jou? Nou, liberté herken ik erin. Dus de vrijheid. Vrijheid om te kunnen zijn, om te denken. Hoe jij dat zelf wil. Mm-hmm, Dus dat woord vrijheid is denk ik heel belangrijk, maar daaraan gekoppeld, en dat is ook het sociale, de verantwoordelijkheid. Dus die vrijheid is niet een vrijheid op zichzelf, maar je bent altijd vrij met elkaar en je gaat om met elkaar. Ja, maar concreet, wat zijn dan specifiek de dingen waarvan je echt dacht van, oh ja, dat is echt waarom die partij meer bij me past? Of die denktank, dat kan natuurlijk ook. Ja. Nou, als ik de stemwijze invul, dan kom ik altijd tussen ChristenUnie en D66 in. Ja. Ik vind ChristenUnie ook buitengewoon een sympathieke politie en betrouwbaar. En ik zou hem daar ook thuis voelen, maar ik merk voorbij medisch-ethische kwesties. Ja, dat zou een reden voor mij zijn om niet voor de ChristenUnie te gaan. Dus euthanasie vind ik bijvoorbeeld een binnen het liberaal gedachtegoed en vanuit D66 een hele grote verworvenheid. En daar zou ik geen afscheid van kunnen en willen nemen. Ja. Ja, dat is wel interessant dat je het zegt. Want de meeste mensen hebben misschien het beeld dat ChristenUnie D66, die liggen elkaar redelijk behalve inderdaad op medisch-ethische kwesties. Ja. En jij zegt dus, nou ja, precies ook vanwege die medisch-ethische kwesties voel ik me meer thuis bij D66 dan bij de ChristenUnie eigenlijk inderdaad. Ja, klopt. Ja, ja, dat is interessant. Ja. Lara, hoe zie jij dat? Nou, ik vroeg me nog wel af, Joost, hoe dat voor jou is. Want hangt dat liberale ook samen met het geloof voor jou? En wat... In hoeverre hangt dat dan samen? Ja, enorm. Ja, voor mij is dat... Nou, niet als politieke stroming, maar waar het voor staat is... Een citaat van Paulus bijvoorbeeld. Christus heeft ons vrijgemaakt opdat we vrij zijn. Dus ik vind die vrijheid waar we in gesteld worden... is voor mij van levensbelang. Daarom ben ik ook tegen dogma's of tegen regels. Die volledige vrijheid waar we als mens in gesteld worden... Dus we zijn geen slaven meer, we worden gezien door God, door elkaar zoals we zijn. En dat is goed. Ja, dat is voor mij van levensbelang. Ja. En dat sociale dan waarschijnlijk ook weer met het idee van naastenliefde en dergelijke. Ja, klopt. Ja, dat sociaal liberaal, het is ook een stroming die in ontwikkeling is. Maar eigenlijk is een liberalisme is voor mij ook inherent sociaal liberaal. Ja. Dus dat woord is een beetje kunstmatig. Maar het is goed dat we daar de nadruk op leggen. Dat sociale en sociaal liberaal past ook goed. Ja. Maar voor mij, ik zou toch zeggen liberaal. En dan kom je in Nederland uit bij D66. Kom je dan hier uit. Ja. Het is wel interessant, want ik hoor dan tegelijkertijd ook een beetje dat... En er spelen nu twee gedachten in mijn hoofd een beetje in de rol. Maar de eerste gedachte die ik nu heb is... Het liberalisme als stroming van oorsprong. We hebben nu heel erg de neiging om te denken... als een journalist opschrijft liberaal... dan zie je gelijk VVD'ers voor je. Die in een BMW bitterballen en bier... en dat is de quote lezen, dat is liberaal. Maar ja, van oorsprong is liberaal natuurlijk... komt heel erg uit de tijd dat er hier geloofstrijd was in Europa... dat we elkaar de tent uitvochten... dat er van alles nog wat gebeurde. Maar dat is waar het liberalisme eigenlijk ook geboren is. Dat je veel meer inderdaad als individu je geweten hebt... en dat is wat het betekent om vrij te zijn. Dat je met je eigen geweten zelf beslissing moet nemen... en dat die organisaties, die structuren die er allemaal zijn... ja, dat die ook maar toevallig zijn eigenlijk. Ja. Zie ik het zo een beetje goed? Zeker. Ja, en daar zie ik ook parallel... met de samenleving en de kerk. Ja. Dus dat ook vanuit de kerk, dat als gelovige denk ik ook... er is geen instantie die mij gaat vertellen hoe ik moet geloven. Ja. En dat kan ik ook niet als predikant aan een ander opleggen. En zo zie ik bij de overheid ook. Uiteindelijk, je moet ervoor zorgen dat we elkaar niet moorden en vermoorden. En de basisvoorwaarden moet de overheid wel stellen. En als je
niet mee kan komen, dan helpt de overheid je. Ja. Maar in principe ben je volledig vrij om je leven in te vullen zoals jij dat wil. Ja, ja, ja. Dat is natuurlijk wel een opvatting in het christendom die niet door alle christenen gedeeld wordt. De remonstranten zijn wel een aparte stroming. Ja, zeker. Ja. Hoe zit dat? Ja, het zou heel arrogant zijn om te zeggen de meest authentieke. Maar ik denk wel dat dat niet de bedoeling is van de oprichter, als ik de Bijbel lees, daar ontspringen geen dogma's uit. Dus ja. Ik denk wel dat we heel trouw zijn aan delen van de Bijbel, of het Bijbels gedachtegoed, door mensen volledig vrijheid te geven. Ja, ja. Voor een totale leek, hè, dat zei ik net al, ik ben een beetje een soort buitenstaander als om dit soort zaken eigenlijk gaat. Hoe zit dat dan precies, die verhoudingen tussen al die varianten en interpretaties van het christendom? Bijvoorbeeld als je de synode van Dordrecht erbij pakte, die hadden bepaalde regels afgesproken. Ja. Die waren juist wel redelijk dogmatisch, geloof ik. Ja, dat is een pijnlijk punt. De synode van Dordrecht, want toen zijn we eruit gezet. Als, ja, daarom ga ik naar terug. Ja, precies. 1618, en dat ging over tolerantie en godsdienstvrijheid. Ja. Dus de remonstranten vonden dat je binnen het kerkverband ook ruimte moest zijn voor verschillende meningen. Ja. En je had wel een kern waar je met elkaar over eens was. Dat is onopgeefbaar, maar daaromheen, nou, dan mag je the right to disagree, zeg maar. En, ja. En dan speelde ook politiek toe met al op de achtergrond met Olde Barneveld, die remonstrant was, Pieters Maurits. Maar toen in Dordrecht zijn de remonstranten eruit gezet. Ja, ja. Ja, sindsdien is het protestantisme, althans vanuit die hervormde kerk, ontspringen allerlei stromingen. En als mensen ruzie maken, dan starten ze een nieuwe kerk. Ja, precies. Dat, ja. Soms missen een bisschop of een paus die zegt, jongens, nu is genoeg met gedonder en we zijn weer één. Maar het is ook wel zo'n charme, vind ik. Ja. Oké, dat is natuurlijk, ik kan wel begrijpen vanuit het perspectief van de remonstranten dat het zo'n charme heeft. Dat je zegt, iedereen begint zijn eigen kerk. Want het past heel erg bij dat idee, je eigen geweten en geen dogma's. Maar zitten er conflicten tussen? Zijn er bepaalde stromingen binnen het christendom die tegen jullie zeggen, jullie horen er echt niet bij? Of jullie zijn afvalligen? Ik denk onder streng christenen, dat remonstranten, ik heb wel eens gehoord dat remonstranten nog erger zijn dan atheïsten. Dus daar leeft nog wel het idee van dit, die zijn heel fout bezig. We zijn de eerste kerk ter wereld met homohuwelijk. Ja. Ja, dat wordt dan niet in dank afgenomen. En euthanasie bijvoorbeeld zijn we ook als kerk, zijn we zeer open in. Althans, dan laten we over aan het individu, daar zijn we geen mening over. Ja, dat botst. Ja, precies. Merk je dat nu nog ook als predikant? Stukken minder. Je merkt wel dat ook een krant als Nederlands Dagblad, zelfs Reformatorisch Dagblad, vraagt me af en toe om stukken te schrijven. Dus ik merk wel doordat de ontkerkelijking zo hard gaat in Nederland, dat men al lang blij is dat er iemand is die christen is. Dus dat meer verbindt dan de onderlinge verschillen. Ja. Precies, ja. Ik vind het razend interessant. Hè? Dus mijn eerste gedachte was inderdaad het liberalisme heeft natuurlijk ook heel veel te maken met die geloofstrijd van oorsprong eigenlijk inderdaad. Hè? Dus dat is ook wat de kern van het liberalisme eigenlijk ook wel is. De andere kant waar ik ook nu een beetje aan zit te denken is, het is wel interessant. Hè? Je komt dan bij, je wordt actief binnen een politieke partij waar je al langer lid van wordt. Die partij heeft toch wel een beetje een naam en een label. En je geeft aan dat je daar niet echt last van gehad hebt. Misschien andersom nu eigenlijk wel. Maar toch, hè, het eerste nummer wat je uitbracht van de idee, dat ging over religie. Ja. Was dat dan toeval of predestinatie? Ja, die vraag heb ik me ook gesteld. Dat is een eigen podcast waard of dingen toeval zijn of niet. Ja, het kwam hier wel heel mooi uit. Zo. Het was niet mijn keus ook. De redactie had voordat ik kwam al gezegd dat er een nummer over religie moest komen. En dat bleek mijn eerste nummer te zijn. Dus dat kwam prachtig uit. En het was op het goede moment ook. Als ik nu wel weer, als ik dat nummer zo doorlees, denk ik het zou wel weer goed zijn om weer een nummer te schrijven over religie. Want ik ben daar toch weer verder in gekomen. Ik zou andere schrijvers vragen, dus... Dat is interessant. Hoe zou je het anders inrichten dan? Nou, ik heb hem de voorbereiding voor vandaag doorgenomen. Maar het is nog wat onderzoekend, wat voorzichtig. Dus ik nu toch wel dieper in zou willen gaan van wat kunnen we van elkaar leren? Ja. En dat liberalen heeft toch de gedeelde wortels. Hoe kun je dat toch meer bij elkaar brengen? Terwijl dat nummer van 3 jaar geleden had ook als ondertitel het ongemak over religie. Ja. Ja, dat ongemak zou ik minder nadruk op willen leggen, maar meer van welke inspiratiebronnen delen we en wat hebben we aan elkaar. Ja, precies. Een soort positiever dan te blijven hangen bij dat er een ongemak is. Ja. Dit vind ik wel heel interessant, want eigenlijk een vraag die ik ook zou willen stellen is de vraag,
Gezien de 3 jaar die je hier nu in D66 kringen en bij de Familo Stichting hebt rondgebracht, vind je dat het beeld klopt wat mensen van buiten hebben, dat D66 een soms zelfs anti-religieuze partij is? Nee, dat anti was vroeger wel. Ja. Ja, ik heb een paar jaar geleden een uitvaart geleid van een voormalig Eerste Kamerlid van D66. Nou, die zat echt in haar woorden in de kast als christen. En bij de uitvaart waren mensen ook, fractiegenoot van haar, destijds verbaasd dat zij iets met de kerk had. En daar werd ook wel denigrerend over gedaan. En dus je ziet bij oudere generatie die zich echt los moest maken van christelijke partijen, van het christendom. Daar zie je heel duidelijk toch wel dat anti. Ja. Maar dat is nu, nee, vind ik niet meer aanwezig. Dat zie je niet meer zo sterk terug. Dat 4 jaar geleden, maar ik weet nooit of dan principieus of politiek. Hè, dat we met de afwijzing van de ChristenUnie als partner, misschien dat daar nog iets speelt. Aan de andere kant denk ik van zou het CDA ook moeten uitsluiten. Dus af en toe, maar ja, en je had wel tijd, maar dat hoor ik afgelopen jaren ook niet, dat er wel afscheid werd genomen van christelijke traditie. Dus dat een wet werd ondertekend met dat er daar God. Hè, ja, precies. Ja. En God genoemd werd in wet en zo. Dus dat D6 wel heel erg daarop gericht was. Maar dat heb ik afgelopen jaren merk daar ook weinig meer van. Niet meer zo gezien. Nee. Dus dat is eigenlijk verdwenen. Dat ongemak, dat is eigenlijk verdwenen. Ja, ja. Laura, zie jij dat ook? Ja, ik heb hier ook over nagedacht voordat we deze podcast gingen opnemen. En ik vind het wel in die zin een lastige vraag, omdat het bij mij niet echt speelt of zo. Of ik ben er niet heel actief mee bezig. Maar als ik wel denk aan religie, gaat het me denk ik meer om de onderwerpen. Hè? Denk aan euthanasie en abortus en huwelijk voor iedereen en hoe er naar gender wordt gekeken. Daar gaat het mij, of dat gaat mij meer aan het hart of zo. Daar gaat het mij meer om dan om religie aan zich. Ik vind dat iedereen moet kunnen geloven wat mensen vinden. Maar ja, ik vind het gewoon heel moeilijk zelf als mensen dingen vinden die ik echt zo fundamenteel, toch wel tegen, voor mij, fundamentele rechten in vind gaan. Ja, dat daar zit wel een soort ongemak, inderdaad, dat is wel waar. Ja. Ja, ik vraag het ook, omdat we gingen dus net terug al in de tijd naar onder andere Synode van Dordrecht. Ook naar de wortels van het liberalisme, die dus voor een deel uit die geloofstijd zijn ontstaan. Ja. Maar dat liberalisme heeft in die tijd natuurlijk ook heel wel sterk anti-religieuze kenmerken gehad. Hè? Als je de geschriften van Voltaire erop naslaat. Ja. Nou, daar komt niet alleen de kerk, maar ook alle protestanten. Het komt er allemaal niet goed vanaf. Nee. Hij pakt echt alle geloven pakt hij erbij. En dat schrijft hij allemaal stuk. Dus misschien zit er volgens jou in die neiging tot secularisme in het liberalisme, zit er iets in van oorsprong wat er niet uit te krijgen is, wat antireligieus is? Ja, de liberale ondersmaak verbonden is met bevrijding van dingen die beklemmend zijn. En ik ben toevallig deze zomer in het kasteel van Voltaire geweest. Wat ook wel mooi vindt aan Voltaire, hij was inderdaad bevrijden van de kerk en van wat hem klein hield, maar het geloof had voor hem grote waarde. Ja. Het transcendente, er is iets groters waar ik voor leven. Hij was volgens mij ook vrijmetselaar, althans zag veel. Ja. Dus dat liet hem niet los. Er is iets groters waar ik mij toe verhoud. Dus hij nam afscheid van het een, maar hij bleef toch het wezenlijke bleef hem bezighouden. Ja, hij bleef, dat noem je dan het wezenlijke. Ja, ik wou zeggen, hij bleef sociaal bewogen, maar dat is misschien te makkelijk gezegd, want het is ook ethisch, het is ook spiritueel in zekere zin. Ja. Dus het wezenlijke, zeg je dan. Ja, voor mij heeft het geloof 2 lagen. Dus je hebt het in dat goed mens zijn en goed, maar en daarnaast de verhouding tot het grotere. Dus God of het geheel van de samenleving. Die 2 dingen zijn verschillend volgens jou. Ja. Is je leg uit. Nou, je hebt heel sterk de ethiek. Dus, misschien kun je zeggen dat is Jezus. Van hoe ben ik een goed mens? En woorden als vergeving, liefde, zijn daarin kernwoorden. Maar je hebt ook Christus, God. En dat is het grotere verhaal. Het leven dat ons leven overstijgt. En die 2 lagen horen voor mij heel sterk bij het christendom. Ja, ja. Het ene zal niet zonder het ander kunnen. Dus versterken ook elkaar. Ja. Dat is wel interessant. Ja. Wat zou je dan zeggen van een overtuigd vrijzinnige boeddhist of moslim? Ja, daar kan ik heel goed mee vinden. Taoïst of... Het is jammer dat er nog geen vrijzinnige islamitische stroming is. Dus ik zie, je hebt vrijzinnige joden. Je hebt een liberale synagoge in Amsterdam bij mij om de hoek. Nou, daar heb ik heel goed contact mee. Ja. Het zou mooi zijn als op een gegeven moment ook een vrijzinnige imam, uitsproken vrijzinnige imam
zou zijn met wie ik veel meer zou kunnen overleggen. Ja, precies. Ja. Bij de islam is ook wat dat betreft veel individualistischer. Hè? Mensen geven zelf ook inhoud aan hun geloof. Dus wat dat betreft heel protestants ook, de islam. Die heeft die lijkt qua gedrag meer op het protestantisme. Ja, ja, je bidt, je gaat zelf bidden, je hebt zelf verhouding tot God, je zoekt zelf. Precies. Ja, dat is interessant. Ja. We hebben natuurlijk een beetje de afgelopen 20, 30 jaar, dat mag je dan eigenlijk niet zeggen, maar dat hebben we toch wel genoemd de Clash of Civilizations. Hè? Ja. En vanuit de rechterkant van het politieke spectrum, niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd, vanaf bijvoorbeeld inderdaad de Republikeinen, zijn er allemaal boeken verschenen over dat bepaalde geloven toch incompatibel zijn met ideeën als liberalisme. Dus Huntington, die het had over Clash of Civilizations, heel erg geïnterpreteerd als dat de islam vanuit zichzelf sowieso nooit samen kan gaan met iets als democratie of een liberale opvatting. Ja. Dat was niet helemaal wat hij schreef, maar het is iets anders, moet iemand anders een keertje over vragen. Maar dat is wel een beetje wat bijvoorbeeld iemand als Thierry Baudet en een aantal andere mensen ook zouden zeggen. Geert Wilders ook. De islam als geloof kan niet samen met een vrijzinnige opvatting van het leven en van het goede. Ja. Hoe zie jij dat? Nee, onzin. Ja, natuurlijk kan dat. Het is de manier waarop je ermee omgaat. Ik denk ook met heilige teksten, maar er zijn meer dan genoeg moslims die dat prima kunnen combineren. Ja, maar het gaat wel, ik heb ook grote delen uit de Bijbel die ik nu lees, waar ik denk van dit kan niet. Dit is. Maar zoals, wat staat erin? Wat is, over man en vrouw bijvoorbeeld, hè, bepaalde teksten, of over het eten van varkensvlees of andere spijzen. Dat is in deze tijd niet meer relevant. Sterker nog, daar keer ik me sterk tegen. Ja. Dus, helder. Ja. Maar de Clash of Civilization, ik denk wel dat er een clash is tussen, het werd bij Synode van Dordrecht genoemd, je hebt de rekkelijke en de precieze. Ja. Rekkelijke waren de remonstranten en precieze de tegenstanders. Daar zie ik wel een clash in. En in alle religies, maar ook in de politiek. Dus je hebt de precieze en de rekkelijke. Dus hoe ga je om met wetten? Hoe ga je om met elkaar? En die openheid van geest. Dus de rekkelijke manier van denken en geloven. Die voor mij, die herken ik in D66. Dus als je ook niet vastzit aan bepaalde dogma's. Of zo doen we dat niet, of zo doen we dat wel. Maar altijd op zoek gaat naar het goede. Ja, Laura? Ja. Ja, ik heb er wel een vraag over. Want het valt mij wel op dat, en dat vind ik een hele goede beweging, dat D66 het wel vaker heeft over waarden terugbrengen in de politiek en in het politieke debat. Lijkt me een hele mooie zaak. Zou je dat ook een beetje de terugkomst van misschien wel religie kunnen noemen? Of überhaupt de komst van religie binnen D66 als partij? Of kan je niet zo ver gaan? Ja, ik weet niet of daar een verband is, maar ik denk wel, toch weer dat Franse woord transcendentie te noemen, dat je wel denkt van wat overstijgt onze partij. Dus ik denk, daar zit wel iets religieus, er zit zeker iets religieus in. En dat D66 dat veel meer doet, en dat juich ik ook van harte toe, dat het niet alleen maar pragmatisch is. Ja. Dat je op een gegeven moment ook durft te zeggen van, dit zijn waarden, wat er ook gebeurt, daar staan wij voor. Ja. Ja. En waar zouden die waarden dan op gebaseerd moeten zijn? Ja, dat is een hele goede vraag, Van Milo Stichting kan daar een mooi project aan. Maar ik denk dat dat een heel interessante vraag is voor D66 komende. Die raakt ook aan de kern van het bestaan van de partij. Ja. Maar je ziet Sigrid Kaag ook in recente toespraken daarmee bezig zijn. Hè, van waardegedreven moreel leiderschap, waardegedreven politiek. Ik ben ongelooflijk blij dat zij dat benoemt. Ja. Maar dus de volgende uitdaging, wat zijn die waarden? En die zijn er wel, maar moeten ze wel denk ik bepalen en vervolgens ook zeggen van wat er ook gebeurt, wij staan voor die waarden. Laura? Nou ja, zou je dat dan ook weer niet, of zit daar niet het gevaar in dat dat dan ook weer dogmatisch wordt? Ja, dat is meer de uitwerkingen van. Ik denk, dus de dogma zit denk ik meer in de wijze waarop je mee omgaat. Oh ja, ja. Ja. Ja, ik denk dus een waarde als vrijheid, daar zal heel veel van spreken zijn, maar dat soort waarden die zijn niet dogmatisch op zich. Door ze te noemen zijn ze niet, het wordt niet dogmatisch door het woord gewoon zelf te gebruiken. Ja, precies. Ja, het raakt van een belangrijke vraag, denk ik, Laura. Want als je als remonstrants predikant, kan ik me voorstellen dat je ontleedt veel van je waarden, ontleen je aan wat je leest in de Bijbel en daarop reflecteren in de hele geschiedenis en je eigen denkpatronen. Maar dan blijft de basis van je waarden, van wat je belangrijk vindt, blijft dan toch die traditie, die religieuze traditie. Ja.
Maar ja, als je een partij hebt of een denktank die voor wie die traditie niet een traditie is, die daar dus buiten staat of daarnaast staat eigenlijk, waar moeten wij dan, wij seculieren, wij atheïsten, waar moeten wij onze waarden op baseren? Nou, ik ben groot voorstander van om te gaan staan in een traditie. Ja. En dat de liberale traditie biedt volgens mij heel veel aanknopingspunten. Ja, om te zeggen en ja, ook te zien aan het geloof wat daar de kracht van is. Bijvoorbeeld de verhalen. Zodat je ook een soort kanon aan verhalen, zo'n soort seculiere liberale bijbel moet hebben, waarin verhalen zijn die je zondag aan zondag als D60'ers met elkaar gaat voorlezen. Ik noem maar even iets. Ja, ja. Feestdagen vind ik ook heel belangrijk als markeringspunt van waar je voor staat. Ja. Dat Pasen, dat je elk jaar denkt van ja, dat is de kern. Dat zou je als liberale, als D60 ook kunnen zeggen van dit zijn misschien wel de afschaffing van de slavernij, maar dat je op een bepaald moment denkt van nou, hier, dit raakt aan de kern van onze identiteit. Maar wat ik interessant vind, dat je bijna een soort sociologische analyse hebt van hoe waarden in een mensengeest tot stand komen. Je hebt rituelen samen en die beleef je. En je doet dingen samen. Je zingt een liedje samen vanwege de zoveelste geboortedag van Voltaire bijvoorbeeld. Ja, precies. Maar het gekke is een beetje dat als je dan de Anglo-Saxische literatuur leest over moraal en ethiek en dat soort dingen zo, dan hebben ze het daar niet over. Dat doen ze dan niet. Als je dus nu de academische studie van morele filosofie of zo, dan doen ze dat niet. Dan zeggen ze, we schrijven erover, maar samen een boekje lezen, dat doen we niet. Nee. Hoe zit dat? Ja, ik denk een gemiste kans. Ik zou heel erg zijn voor het bespreken. En ook, ik vind een van de mooiste dingen van mijn vak als predikant is de exegese. Dus dat je een tekst pakt en je gaat met elkaar urenlang zo'n tekst bespreken. Ja, lijkt me fantastisch om dat met bepaalde teksten te doen uit de liberale traditie. Ja, welke teksten? Hoe heet die? David Hume zou je kunnen denken. Voltaire heb ik net weer een paar boekjes van gelezen. Ja, er zit zoveel in waar je eindeloos met elkaar over kunt spreken. Ja. Ik zie voor een mooie wekelijkse meeting aankomen. Maandagochtend. Dat is heel goed. Ja. Nou ja, Hume en Voltaire staan nog wel bij mij op de leeslijst ook. Dus dat zal ooit nog een keertje moeten. Maar dat is, ik denk dat het moeilijke dan misschien ook wel is dat het liberalisme ook wel... Ja, dat zei de klassieke, hele flauwe metafoor. Dat is een huis met vele kamers. Ja. Op een bepaald moment moet je ook weer de vraag stellen, welke boeken dan wel en welke boeken dan niet. Nee, dat klopt. Het is, dat vertel je. Nou, dat is nu ben je wel heel ver in de uitwerking, wat nu heel goed is. Maar ik denk, mijn pleidooi is vooral, ga staan in die traditie en neem die traditie ernstig. En je bent nu niet zomaar toevallig, bam, D60 sinds 1966. Maar je staat in een traditie van eeuwen, van mensen die altijd geworsteld hebben met vrijheid, onvrijheid, tolerantie. Ja. En de vraag die we ons nu stellen zijn dezelfde vragen als in 1619. Zo wezenlijk verschillend zijn ze niet. Nee. Dus we hoeven niet telkens het wiel weer uit te vinden. We kunnen ook kijken wat er toen gezegd werd. Maar, en dat vertalen naar nu. Waarom lukt het ons dan niet om dat nu te doen? Nou, we hebben de kanon. Kanon is al de eerste stap, heel goed. Ja, maar het is wel een pertinente vraag, hè? Want als je wel kijkt naar een land als Frankrijk, dat is echt het land van de verlichting natuurlijk, zoals het ontstaan is. Laïcité, secularisme is daar heel belangrijk. Daar vieren ze wel Frankrijk als een soort nazistaat, de natie Frankrijk en het idee, hè, de republiek. Dat wordt er allemaal 14 juli, hè? Dat is natuurlijk allemaal fantastisch daar. Maar dat hangt dan toch allemaal op aan een soort, nationalistisch liberalisme bijna, zou je zeggen. Of een soort nationalistisch republicanisme. Ik weet niet wat daar de goede woorden voor zijn. Ja. Maar het is niet het universele liberalisme zoals je dat misschien bij D66 wel zou vinden. Dat wordt niet helemaal op die manier bezongen. Of zie ik het verkeerd, Laura? Hoe zie je dat? Is ons liberalisme universeel? Is laïcité niet te dogmatisch daarin? Ja, ik ben in Frankrijk opgegroeid, dus 14 juillet liep ik ook als soort Marianne rond blauw door het dorp. En une certaine idée de la France, de Gaulle. En je ziet wel, dat vind ik heel sterk aan Macron, vind ik wel een sociaal-liberaal voorbeeld. Maar die grijpt op kernmomenten, nou, of nou corona is, of vaccinatieweigeraars, of bij na aanslagen. Aanslagen, zegt hij, wij zijn een land van de lumière, van de verlichting. En dan weet iedereen waar hij het over heeft. En hij durft die traditie ook te zeggen van, nou, dat is wat Frankrijk tot Frankrijk maakt. Maar het is jammer dat nationaal is. Dus je zou inderdaad een soort internationaal, volgens mij zijn het ook universele waarden waar
waar hij voor pleit en waar hij voor staat. Ja. 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 Ja, en dat was natuurlijk ook de gedachte van de verlichting van oorsprong natuurlijk. Hè? Liberté, égalité, fraternité voor iedereen. Ja. Niet beperkt. Het probleem was alleen dat daarna er kwam de terreur en iedereen werd onthoofd. En toen ging Napoleon heel Europa platlopen. Ja. En dat, ja, als vrijheid je wordt opgedrongen zoals Napoleon dat deed, voelt het toch minder vrij op de een of andere manier. Ik weet niet hoe dat zit. En de laïcité is, daar is Macron ook mee bezig. De kerk werd heel lang als gevaar gezien. Ja. Dat is nu veel minder. En toch zijn die lumière, de verlichting, is ontspringt ook deels uit het christendom. Ja. Dus je kunt het een niet ontkennen en het andere voorstaan. Ja. Door Erasmus was door christelijk. Dus. Ja, precies. Dus ja. Die worsteling zie je bij Macron en die zoekt ook een nieuw contact met kerken. Want we moeten ons toch anders gaan verhouden tot het christendom dan we met de laïcité hebben gedaan. Precies, ja. Ja. Dus dat kan wel. Dat is op zich prettig dat dat dan wel kan. Dat is in ieder geval voor de kerk, denk ik. En voor gelovigen belangrijk, denk ik. Ja. Ik haak nog even aan op wat je net zei, Laura. Zijn die waarden van het liberalisme universeel? Ja of nee? Ja, idealiter wel, ja. Ik wil je streeft er wel. Het is een streven, denk ik. Daar, ja. Ja, kan dus, dat. Het is feitelijk gezien nu niet universeel. Maar het is misschien wel een streven om... waar je continu mee bezig bent, denk ik. Ja. Ik vraag het omdat dat is natuurlijk ook een kritiek die vaak wel op toch wel gewoon genuanceerde mensen eigenlijk doorgaans geleverd wordt. Dat we aan de ene kant, en dat heeft niet eens met D66 te maken, maar gewoon denk ik met vrijwel iedereen. Dat aan de ene kant we zeggen liberalisme en waarden van vrijheid, gelijkheid, broederschap, heel belangrijk. Maar op het moment dat er dan juist meer preciezere stromen dominant beginnen te worden of sterk beginnen te worden. Dat we dan zeggen, dat moeten we dan ook tolereren. Dan moeten we dus tolerant zijn voor intolerantie. Terwijl als je zegt die waarden zijn universeel, dan zou je dus eigenlijk als land moeten zeggen, dat kan eigenlijk niet. En dan om het concreet te maken, in Frankrijk zijn ze dus vrij sterk daarin. Hè? Dat ze zeggen, laïcité bijvoorbeeld inderdaad. Maar in Nederland kun je de vraag over stellen, hoe ver moet je gaan met godsdienstvrijheid? Moet je toestaan dat er bijvoorbeeld imams zijn, maar bijvoorbeeld, ik weet niet of dat ook predikanten zijn, onder de remonstranten denk ik niet. Maar mensen die oproepen over misdaden tegen homoseksuelen, gebeurt gewoon. Ja. Wat moet je daarmee? En moeten wij dan zeggen als liberalen, dat kan niet, dat past niet bij onze liberale waarden? Of ben je dan juist weer heel onliberaal als je zegt, dat past niet bij onze liberale waarden? Nou ja, ik las toevallig vanochtend, niet toevallig, want ik was hierop aan het voorbereiden. Las ik een stuk van Dirk Jan, onze collega, in de idee over religie uit 2018. En daarin omschrijft hij, heeft hij het over autonomie en dan refereert hij naar onder andere naar John Rawls en John Stuart Mill. En daarin zegt hij eigenlijk dat autonomie zou je eigenlijk ook kunnen zien als een soort levensbeschouwelijke visie, zoals hij dat dan zegt. Dus als sociaal-liberaal ben je wel degelijk onderdeel ook, of heb je wel een soort levensbeschouwelijke visie en streef je er wel echt naar om dus die autonomie ook te kunnen garanderen voor mensen. Dus het is niet zo dat je neutraal bent als overheid of als individu tegenover verschillende levensbeschouwelijke visies. En dat vind ik echt een heel mooi idee. Dus je hebt een soort seculiere levensbeschouwelijke kern. Ja. En eigenlijk, als ik jou goed begrijp, zeg jij Joost nu. Ja. De remonstrantse benadering van het geloof past heel erg bij die benadering eigenlijk. Want het gaat ook over autonomie. Religie is dan misschien het goede woord, maar levensbeschouwing. Ja. Levensvisie. Het is niet zo dat liberalen die niet hebben. Ja. Dus ik ben helemaal mee eens. Bekend kleur en sta ook in die traditie en zeg, dat ben ik. Ja. Ja. En ik ben niet niets, zeg maar, ik ben niet wat jullie niet zijn, maar ik ben ook iets. Precies. En dan gaan we in gesprek over wat onze overeenkomsten zijn. Ja. En dat onderscheidt zich dan ook weer automatisch van dat idee dat liberalisme betekent, ik bemoei me nergens mee. Maar je staat wel degelijk ergens voor. Dus positiever gesteld. Ja, positieve vrijheid. En zelf overtuigd. Ja, precies. Ja. Dat is wel interessant. Dat is interessant dat je dat zegt. Want dat betekent dus wel dat je dan dus ook de conclusie moet trekken. Als er bepaalde geloofstromingen zijn. Maar het hoeft niet alleen geloofstromingen zijn. Het kunnen ook levensbeschouwelijke stromingen zijn. Maar ook politieke ideologieën die dat niet voor opstellen. Dat je daarvan dus ook kunt zeggen, die kloppen dus niet. Daar zijn we het niet mee eens. Ja, of in ieder geval die in tegenstrijd zijn met soort fundamentele rechten of waarden waar we vanuit gaan. Ja. Zoals dat je vrij bent om
ja, je seksualiteit bijvoorbeeld, te laten zien wanneer je dat wilt. En dat je daar niet voor gestraft moet worden. Ja. Dat zijn hele fundamentele dingen waar je denk ik als liberaal en als sociaal-liberaal heel erg voor kunt staan. Dus met dat concept van autonomie, dat concept van eigenlijk, jij zou het dan misschien, correct me if I'm wrong, maar als ik het goed begrijp, zeg je als remonstrant, ik zie dat vooral als de persoonlijke relatie die je hebt met God, met het goede, met het grotere. Ja, precies. Ja. Als je dat voorop stelt, dat iets is wat mensen zelf doen, dan kun je nog steeds ook tegen andere mensen zeggen, nou, die opvatting die je hebt, dat kan gewoon weg niet. Dus op het moment dat mensen juist inderdaad dogmatisch worden, dat klopt dan niet. Ja. Nou, hangt ook vanaf wat ze met het dogma doen. Je kunt ook dogmatisch heel goed zijn. Maar ik denk wel, als het dat die onvrijheid in de weg zit. Ja. Ja. Maar het vraagt wel, ik vind het wel een wezenlijk punt. We zitten ook in de Europese Unie nu met Polen en Hongarije. Dat we nu opeens zeggen van ja, nee, dat kan niet, want dat hoort niet bij Europese waarden. Maar er is nooit een gesprek geweest van wat zijn die Europese waarden? Ja. En wat is dat? Of dat we begonnen als iets economische Europese Unie en we hebben het af en toe een beetje over gepraat, de waarden. Ja. Het hangt een beetje in de lucht. En nu opeens zeggen van nee, maar dat is niet, dat hoort niet bij onze waarden. Ja. Ja, hoezo? Ja. Als we dat nooit hebben vastgelegd, waarom is dit dan niet en wel? Dus, ja, precies. Dus ook wat zelfovertuigende als Europeaan, als liberaal, als verlichtings, mens van de verlichting. Van nou, dit zijn wij. Ja, ja. En dan kun je ook zeggen op een gegeven moment van nou, maar wat jullie doen is tegenstrijdig aan wie wij zijn en willen zijn. Ja, ja, ja. Een ander punt wat ik wilde aanhaken daarbij was wel, op het moment dat je dus in die traditie van verlichting gaat staan, van niet voor niets, hè, wij zien ons ook wel een beetje, de partij ziet zich wel een beetje als erfgenaam van de Vrijzinnig Democratische Bond. Ja. En dat vrijzinnig, dat komt natuurlijk van de remonstranten vandaan. Dat is precies waar die link ook tussen zit. Maar ja, tegelijkertijd geldt natuurlijk wel dat als je dus in die traditie van verlichting gaat staan, dan zie je dat daar heel veel mensen in hebben geschreven die het fundamenteel met elkaar oneens zijn. Dat hoort ook wel weer een beetje bij liberalen, bij de verlichting. Dat is, ik bedoel, Voltaire, Rousseau, ze schreven elkaar ook gewoon kapot. Ja, want het was van Voltaire van, ik ben het volstrekt met je oneens, maar ik zal tot het einde toe strijden voor jouw recht om met mij oneens te zijn, toch? Dat, dus dat het zoiets zei die dat... Dat het heel goed is dat wij het met elkaar oneens zijn. Ja, dat hoort bij wie we zijn. Ja, ja. Dat hoort erbij. Maar zie jij dat nu dan, om het weer helemaal concreet te maken, want we zijn helemaal diep de exegese eigenlijk ingegaan. Ik vind het heel mooi. Maar om het concreet te maken naar D66 nu, de partij en de mensen die eromheen hangen. Kan dat volgens jou, dat wij met elkaar het als partij en als denktank die erbij hangt en eromheen staat of naast staat, zijn de mensen nu in staat om elkaar fundamenteel ongelijk te geven en toch politieke besluiten te nemen en uit te voeren? Het zou toch geweldig zijn als politici elkaar brieven zouden schrijven. Ik mis het debat. Ja. En het lijkt me fantastisch als Wouter Koolmees en Ingrid van Engelshoven elkaar brieven zouden schrijven over vrijheid en elkaars waarden en daarin en dan niet communicatieadviseurs die dat gaan polijsten en mooi maken en verschillen. Ja. Maar gewoon zeggen, nee, maar hier zijn we het niet met elkaar eens. Hoeft dat niet concrete dingen te zijn, maar meer basisovertuigingen. Ja. En te durven onderzoeken en ook niet bang zijn om dan weer te verschillen of te veranderen van overtuiging. Nee. Maar ik hoor Joost, ik hoor jou nu zeggen, nou, dit zijn Ingrid en Wouter die elkaar dan al dan niet een brief zouden moeten schrijven. Dat zijn nu dan toevallig ministers, dus oké, die zitten op een andere plek en ik snap ook wel met die plek. Maar binnen de partij, mis je het ook in de partij? Ja, ik mis het in Nederland, denk ik. Ja. Ik ben net 3 weken in Frankrijk geweest en ja, daar zit veel meer die traditie van elkaar het oneens zijn met elkaar en een diepe gesprek voeren met elkaar, briefwisselingen. Ja, dus in Nederland mis ik die traditie, maar in politiek zeker. Ik vind de opiniepagina's van de kranten meestal niet heel spannend. Als je dat vergelijkt met Le Monde of Franse kranten, denk ik van nou, hier wordt fundamenteel gesprek met elkaar gevoerd. Ja, ja. Ik vind Nederlands politiek niet heel spannend. Het is toch pragmatisch, een beetje zoeken naar oplossingen, maar de echte diepe gesprekken van wie zijn wij, wie willen we worden met elkaar, waar staan we voor, dat niet is meer, dan komt een rapport en dan heeft iedereen daar mening over en dan doen we iets met elkaar en dan gaan we weer verder. Maar hoe komt dat? Ja, ik denk dat niet past binnen Nederland, dat onze poldercultuur, je kop niet boven het maaiveld uitsteken. We missen ook wel grote intellectuelen in Nederland.
Ja. Die ook wel durven, zichzelf ook zo durven noemen. Ik denk dat we inderdaad veel te klein als, denken over onszelf. Als land heb je toch een cultuur die dat produceert of niet? Dat is, ja. Dus ik bedoel, ja, het is, hoezo missen we die grote intellectuelen? Dat is, ja, of dat ze het lef niet hebben om zich te uiten. Maar ik mis wel de grote denkers in Nederland. Ja. Ja. Ja, dat er misschien niet de cultuur naar is om zich inderdaad dan naar buiten toe te treden of juist weer contact hebben met de politiek. Dat we dat zien als meer iets wat gescheiden is. Of, nou ja. Ja. Ja, maar ik denk ook wel binnen D6, als ik aan mijn lokale afdeling kijk, of ik heb niet het idee van hier worden de grote vragen besproken. Het is toch meer van, ja, die fietsenstalling moet die wel of niet komen. Dat soort, dus niet heel boeiend, vind ik. Ik zou toch, nou, wat Van Mierlo-Stichting doet, zou ik veel breder in de partij willen en ook wel verwachten dat de leden zich daarmee bezighouden. Ik vond als idee-hoofdredacteur ook moeilijk om interne denkers te vinden. Dat is interessant dat je het zegt. Want je hebt toch wel gewoon edities goed neergezet. Hè? Dus leuke essays, goede essays stonden erin. Ja, maar vaak mensen van buiten. Maar wie zijn, ik kan niet 20 D60-denkers noemen. Ja. Je hebt een paar. Maar dat valt tegen. Dat is mij tegengevallen. Ja, Laura de Vries is natuurlijk eentje. Die heeft ook regelmatig geschreven. Dus dat, ja. Maar ze zijn, zijn er niet geen, maar vooral. Het wordt ook misschien valt dat meer te stimuleren, dat interne debat. Maar ik weet ook niet of daar nou heel veel belangstelling voor is. Ik weet niet hoe jij dat ziet. Ja, ik denk dat op de onderwerpen, en ik hou me veel bezig met technologie, en daar is natuurlijk het hele probleem dat technologie altijd wordt gezien als objectief en goed en zo. En nu zijn we juist weer op zoek naar van, ja, maar waartoe dient technologie? Op welke waarden is het gebaseerd, et cetera? En je merkt dat ook D66'ers, maar ook breder in de maatschappij, dat mensen daar heel erg naar aan het zoeken zijn. Hm. En ook echt wel behoefte hebben aan het gesprek daarover. En dat ook heel diep, wel diepgaand is. Maar ja, dat is dus in die per onderwerp, zeg maar. Hè? Dus in de verschillende thema-afdelingen. Ja. En dat, ik vind dat wel voor mijn onderzoek heel erg waardevol, moet ik eerlijk zeggen. En ja, de filosofische discussies, die hebben we meer hier, denk ik, bij de Van Mierlo-Stichting zelf. Ja. Dat is gewoon zo. Dat is op zich goed natuurlijk. Maar nou ja, het raakt natuurlijk wel een beetje aan het angstbeeld, wat jij natuurlijk dan ook hebt. Hè? Dat je schrijft over technologie, dat is waar je nu mee bezig bent. Daar filosofeer je over. Ja. Maar ja, als jij zegt, aangeeft van, er is blijkbaar ook niet zoveel behoefte of belangstelling voor. Ja, wat doet dat met jou als je denkt, ik schrijf een heel diep filosofisch stuk over technologie en onze houding die dat betekent ten opzichte van het bestaan. Als je al zo ver zou willen gaan, dat weet ik eigenlijk niet. Maar dan leest niemand dat. Ja, nee, ik heb een stuk geschreven over technologie en dat dan verbonden aan waarden zoals vrijheid, autonomie, gelijke kansen en rechtsstatelijkheid. En dat werd wel heel breed en goed ontvangen. Dus ik merk dat daar binnen het onderwerp technologie heel erg veel wel behoefte is aan juist die meer sturing als het gaat om op welke waarden baseer je technologie en toepassingen. Technologische toepassingen en waarom en de ethische vraagstukken. Dus ja, op dat onderwerp merk ik wel heel erg dat daar behoefte aan is. Maar misschien juist op andere onderwerpen, maar daar kan ik weer minder over oordelen, dat we misschien in het verleden al heel erg die discussies hebben gehad. En dat we nu in een stadium zijn waarbij we denken dat we het gewoon even op kunnen lossen met meer pragmatisch, omdat al het ethische al lang is besproken. Ja. Dit is natuurlijk allemaal heel nieuw. Ja. Dus dat gaat om technologie. Dus misschien is dat een verschil. Is dat het dan, Joost? Dat we als partij gewoon, ja, er zijn heel veel dingen, zijn al beklonken. Daar hebben we al over gedebatteerd vroeger. In de jaren 80 onder Jan Terlouw hebben we ooit een keer in een kroegje op het Binnenhof een gesprekje gehad. Ja, het daardoor, dat klopt natuurlijk, want alles is in ontwikkeling. Maar vandaar dat ik het een beetje zo zwaar aanzet. Maar, maar Joost, is het zo dat er heel veel toch wel... Nou, ik denk in het begin wel meer, als je ook van de Vermeerstichting boekjes leest over de toespraken die gehouden werden. Ik denk wel congressen bijvoorbeeld ook vroeger spannender waren op dit punt. Ja, dat tegenwoordig die toespraken allemaal in of wat voorbereid zijn, praktisch scoren. En dat vroeger toch veel meer Van Mierlo en Terlouw inderdaad. En andere, want waartoe zijn we op aarde? Toch veel meer het grootste verhaal neerzetten. Ja, van, natuurlijk we zijn nodig, want we moeten ons bevrijden. En deze keer dan zat toch veel meer urgentie. En
Ja, authenticiteit. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Ja. Dus stond er een tijdje geleden in. Maar de vraag is dus, doen we dat nu niet meer? Tenminste, doet die partij, want dan zijn we nu gewoon allemaal lekker nergens denk denken, daar gaan we het er wel over hebben, maar die partij, doet die partij dat om strategische redenen, om historische redenen, of waarom doet die partij dat niet meer? Daarom was ik heel blij. Dat is een hele goede vraag. Dus, wat is het antwoord? Ik denk dat de behoefte wel is, dat we op een gegeven moment ook een soort molen zijn geweest van het moet, dat dat tijdstip moet de lijsttrekkers spreken, want dan halen we primetime op tv. Ja. Dus het is wel erg ook op het bereik, denk ik. En dat we als partij toch veel meer moeten gaan nadenken over de waarde en wat willen wij bereiken met Nederland de komende jaren. Ja. En met Europa en met de wereld. Ja, precies. Ja. Grootser denken. Ja, grootser denken. Ja, want ook als je denkt aan de uitdagingen zoals klimaatverandering, dan zou je juist verwachten dat zo'n echt wel filosofisch debat ook juist nu heel erg belangrijk is. En juist omdat er ook geen soort technologische quick fix daarvoor is of zo. Ja. Ja. Dus er is wel behoefte aan. En ik denk dat dat ook wel wordt gezien. Ja. Het is een laag die je dan raakt. Hè? Die afgelopen jaar bij congressen, die laag werd bij mij niet geraakt. Maar dat je, en dat zie je als, Obama is dus helemaal een voorbeeld van. Dat je denkt van, potverdorie, dat ben ik. Hij heeft het over mij. Ik geloof er weer in. En ik word gemotiveerd en ik ga ervoor. Dat mist. Ik moet me eigenlijk hierbij gewoon afsluiten. Want ik vind het een mooie oproep om te eindigen en te zeggen dank. Maar het enige wat nog bij me opkomt is, ik kom veel onder D66'ers, ook bij andere partijen, maar ook veel onder D66'ers. En ik merk toch wel dat er leeft wel eens een mening bij sommige D66'ers dat wat jullie nu schetsen, dat is niet waar een politieke partij voor is. Dat is een kritische noot en ik vind het eigenlijk jammer, maar wat je nu schetst is eigenlijk dat je zegt, een politieke partij moet ook antwoord hebben op de grote levensvragen waar mensen mee zitten. Om dan heel plat te zeggen, alsof ik 21 ben met een joint ergens nog bij de universiteit in Amsterdam zit. Wat is de zin van het leven, man? Dat is maar dat zijn de vragen waar je het over moet hebben. Tenminste, dat is waar jullie nu toe oproepen natuurlijk. Maar dat groots denken. Maar dan zeggen weer heel veel andere mensen zeggen, dat is niet waar een politieke partij voor is. Politieke partij is om resultaten te boeken, problemen op te lossen, mijn eigen levensvragen. Dat is ook secularisme, dat ik dat niet meer zoek bij een politieke partij. En dat ik helemaal niet in de politiek ga zoeken. Dat moet ik inderdaad zoeken bij een religie. Dan moet ik inderdaad of inderdaad remonstrant worden. Of naar India gaan en daar yoga gaan doen. Of wat het ook maar is. Maar de grote vragen, daar heeft de politiek helemaal niks mee te maken. Is het inderdaad wel negatief? Ik denk dat praktische ontspringt uit de grote vragen. Maar één kan niet zonder het ander. Als je je bronnen niet hebt, dan droog je op een gegeven moment op en dan... Dan wordt het heel pragmatisch en in ieder geval kijken, maar dan is dat grote beeld er niet. En ik zou niet zonder dat grote beeld politiek willen voeren. En ik denk dat de zin van leven privé moet vooral privé blijven, moet politiek niks meer doen. Ja. Maar maatschappelijk, van wie willen we zijn als samenleving? Wie zijn wij met elkaar? Wat bindt ons? En welke waarden horen daarbij? Ja, dat is bij uitstek politiek. Ja. En dan moet je als religie weer... niet veel mee bemoeien. Je mag af en toe wel profetisch zijn en zeggen, joh, dit gaat verkeerd, maar ik zou niet willen dat religie daaraan bijdraagt. Dus ik zie daar een hele duidelijke scheiding. Oké, helder. Dank! Ook dank. Ik wens je veel succes als je nu weer terugkeert naar welke gemeente is het? Ja, in Amsterdam, de Remonstrantse Kerk. Ja, en welke, waar precies? In Amsterdam? De Zuid, Diepenbroekstraat 46. Heel goed. Dus als we ooit nog eens aan jouw lippen willen hangen... en van jouw wijsheid willen drinken... dan zullen we daar langs moeten gaan. Ja. Dank dat je er was. En ik kijk nu naar... ik blijf uiteraard bij D60 betrokken. En idee-abonnee. Gelukkig, ja. En heel toch goed. Naar congressen gaan. Want D60'ers zijn leuke mensen. Dat wordt vaak onderschat. Maar dat is absoluut een reden ook om erbij te blijven. Heel goed. Ja. Tom. Tof, mooi dat je er was. Dankjewel, Joost Reuzelaars. Ja. Voor de afsluiting kijk ik naar Laura, want het is tijd voor de sociaal-liberaal van het moment. Ja, eigenlijk zou je de sociaal-liberalen van het moment wel kunnen zeggen. Want afgelopen week, zoals we allemaal weten, heeft de Taliban de macht overgenomen in Afghanistan. En er zijn natuurlijk zorgen over dat het met vrouwenrechten weer helemaal terug in de tijd gaat. En er zijn allerlei vrouwen in Afghanistan en vertegenwoordigers van vrouwenorganisaties die zich hierover uitspreken. En dat vind ik heel erg bewonderingswaardig. En is natuurlijk niet gelimiteerd aan het sociaal liberalisme. Maar ik wil het toch noemen omdat ik het
het benoemenswaardig vind. Ja. En waaronder dus bijvoorbeeld Pashtana Durrani van Learn, een non-profit die zich inzet voor meer educatie voor jonge vrouwen. Zij zegt dus, en dat vond ik heel treffend, Afghaanse vrouwen zijn geen slachtoffers. Ze voeren hun eigen strijd. We hoeven niet gered te worden, maar het Westen kan wel solidair met ons zijn. En dat vind ik een hele mooie en belangrijke boodschap. Dus ik zou zeggen, laten we dan ook als sociaal-liberalen ons uitspreken. En inderdaad solidair zijn met de Afghaanse vrouwen die op dit moment voor hun rechten aan het knokken zijn. Ik zou zeggen bij deze. Ja, toch? Ja, heel goed. Ja, precies. Heel goed. Solidair zijn is denk ik één ding. De vraag is natuurlijk ook weer, wat kunnen we nog verder doen dan om die solidariteit handen en voeten te geven. Ja, dan kom je weer bij dat white savior, hè, waar je wel een beetje intrapt. Wij moeten het dan weer oplossen. Maar nee hoor. Door gewoon te luisteren naar wat ze willen. Ja. En daar actief aan bijdragen in hoeverre je dat kunt doen. Ja, ja, helder. Heel goed. Ja. Ja, heel goed. Dus de sociaal-liberaal van het moment, haar naam was? Eigenlijk dus meerdere alle vrouwen dus, in Afghanistan. Ja. Maar vooral dan in dit geval Pashtana Durrani. Omdat ik haar gisteren op tv zag en dat echt heel erg bijzonder vond wat ze allemaal zei. Wij volgen het en we zijn solidair. Dankjewel. Heel goed. Thanks. Dankjewel Lara de Vries en dankjewel ook Joost Reuzelaars voor deze sessie. Ja, bedankt. Verder niks over te zeggen. Geweldig, dankjewel. Ja. Dankjewel. Mooi.